Nee, ik denk dat we vorige week goede zaken deden. En we hebben met Jan zijn die wel ASV op achterstand zet. En dat is een goed slag. Doe best zelf direct belangrijk. En beteert ik al? Ja, klopt. He, maar ja, ik heb in principe Hectoan heel hier op een heel hoog niveau trainen, zeg maar. En dat is binnen een IR dat net al je kwijt natuurlijk. Dus ja, de bepaalde dingen dat Kerstboom mij nemen, hier het veld op. En daar is gewoon een hele profijt van. Dan komt Harkmaster Boys betier op achterstaan. En dan kreeg je een vrije trap en die vliegt er direct in. Zes toe wat er gebeurde. Nou ja, we hadden afspraken met mijn Connors en mijn vrije trap. Dat Bakuna bij de keeper die steen. En Bakuna zei dat hij gewoon rug omhoog sprong, zeg maar. Dus ja, sommige scheidsrechters die fluitje wel houden en dat hoorde net. Alleen wat de keeper gewoon stond, ik denk dat hij dan het ding hier. Maar ja, hij waait er mooi in. En dat we worden aangezet, zeg maar, voor een eerste kwartier, zeg maar, wat wel van heel hoog niveau weer, denk ik. Ja, want net vol letter we er twee in, er een penalty en doe mij de training. Ja, klopt. En dat weer wel een beetje. Ik ben het keerpunt in de wedstrijd, zeg maar. DNA nam ACV het wel een beetje hoor. En ik denk dat we toen wel een hele prettige onnodige meters maken hebben zonder bal. En het veld weer gewoon wat te lang, zeg maar. En wij als middenveld komen wat te versoepen. Maar we hadden pauze goed overleefd, zeg maar. En daarna pak je het wel goed op. Ja, want direct na je rust, dan pakt ze het goed op, weer op jouw riem. En dan krijg je haast hetzelfde, hè? Ja, klopt. Op een gegeven moment krijg je hun tweede gele kaart. En dan kiest ze onbewust, kiest misschien wel een beetje van. Met senior man en zuster met scorebad. Daar zijn wel mooie cijfers op natuurlijk. Alleen ik denk dat het qua spelbeeld, dat het net vol, dat is net echt geen koers is, maar dat we voor jou gingen voorstonden. Dus ja, daar hebben we wel een rugje met jou, omdat het qua organisatie en qua coaching, dat kennen we een stukje beter. Ja, Jan Flap zei ik, die wie net tevreden over de wedstrijd, maar doe kerst mij Sam. Zijn uitslag in de eerste wedstrijd van Vrije Republiek, een officiële wedstrijd, kun je wel tevreden zijn? Ja, ik ben hartstikke tevreden. Dan moest ik een beetje naar de zinstanders in. En DVS die had nog 0-0 spelen, dus ja, dat is mij bovenaan. Dit snel verjette de slechte ding van de weekend een beetje op gehad. En dan stiet de volgende topper op papier.